Bonjour, je m'appelle Michel et je suis la France. Oui? Michiel. Oh. Ik ben Gielson. Oh nee, Giel Joepson. Ik ben voor IJsland namelijk. En wij gaan in een bloedstollende match bepalen wie er gaat winnen. Heel simpel, wij bepalen de uitslag van die wedstrijd aan de hand van 3 challenges. Challenge 1 is no pain, no gain. Of op zijn Frans, no pain, no gain. We gaan schermen, zwaar vechten met stokbroden. Challenge 2 is IJsland. Wij gaan zien waar je IJsland. En challenge 3, nou ja, je houdt hem al vast. Ja, ik ook zo dadelijk. Het Uit-Hollandse anus uitscheuren. Oftewel, ik heb net gehoord dat er wel eens een anus is uitgescheurd hiermee. Ja. Kontje schoppen, holletje tik. Ja, kontje kikken. Kontje kikken, dat was het. Ja. Wij gaan nu naar buiten. EK 2016. Oké, no pain, no gain. De eerste wiens pain breekt, die is af. Eigenlijk. En dit ding hebben we het over dan, hè? Ja, inderdaad. Ja. We kunnen alsnog natuurlijk de reserve nummer inzetten. Nou ja, we klaar voor? Ja. Oké. Okay. Dit was met 0 keer raken. Even voor de vorm, hoor. Jezus. Oké. Ronde 2. Dit ijsje. Nou ja, kijken waar het ijs landt. Het is eigenlijk heel simpel. Gaat het om de bruto of de cornetto afstand? Niet slecht. Zo. Lekker. Oké. Zo. Bam. Potverdorie. Oké. Nou, laat maar. Oké, het staat 1-1. Ronde 3, waarin ik met het richtinggevoel van een dronken aardbei probeer een bal tegen het hol van Giel aan te schoppen. Wow! Ik sta ervan te kijken. Dat was gewoon een punt. Dat was gewoon vol erop. Oh. Shit. Blaas maar op de fluit, hè, Michiel. Oh, god. Ja, is dat was het man. Dit is hem, nou, top. Samen. 2-1. Nou ja, we zijn toch ver gekomen. Ik wou dat zeggen, je mag heel trots zijn op jezelf. Ben ik ook. Ja, maar toch vive la France. Nou. Je bent best van Giel. Ja, mooie wedstrijd.